De Boomse bakker Bob van Buggenhout zit niet om een stunt verlegen. Elk jaar rond deze periode wil de bakker iets speciaals doen om in zijn etalage te leggen. Dit keer maakte hij een sculptuur van Maggie de Blok in marsepein. Ik maak alle jaren rond deze periode een groot figuur. En ik dacht, ik kan van het jaar eens een keer eten maken dat goed opvalt in mijn vitrine. Eet wat dat ik goed kon imploteren en in apen en met vuil rondingen. En ik dacht, dan Maggie de Blok valt. En omdat hij zo wat groter is, dikke vrouwen kunnen ook nog sexy zijn, vader. En daarmee mag ik de blok gemokt. Een beetje een Rubensiaans model. Ja, misschien wel, ja. Ja. Ik vond dat, als ik die moest gemokt hebben met een rok aan en een jas en een sjalken aan haar nek, dat de mensen niks gezegd op straat. Maar zo met dat babydolletje zo, en ik vind dat zo. Dat vinden mensen allemaal plezant als ze voorbij komen. Het 120 kilogram wegende marsepeinenbeeld trekt heel wat toeschouwers. Ik vind het gelijk vanzelfsprekend. Ze trekt er helemaal op. Wat kunnen we er nog meer over zeggen? Surtout dat koppetje vind ik wel goed. Dat koppetje. Die borsten dat er buiten beschouwd wordt. Dat koppetje. Inderdaad, meneer. Voilà. Ik vind haar gezicht een fotoken. Dat vind ik heel, heel mooi. De bakker heeft dat heel goed gedaan. En ze zal wel lekker zijn, denk ik. Hè? Of dat ze zo zoet is in werkelijkheid. Dat weten we niet. Ze zit in de politiek, dat kan wel eens pikant zijn. Een reactie van Maggie de Blok of haar entourage blijft voorlopig uit. Zelf niet als de radio haar belt. Ik heb deze morgen op de radio geweest en die hebben me gebeld met Maggie de Blok. En die vroegen of dat ze aan de laan wou komen, maar zeiden ze dat geen tijd had, dat ze te veel problemen had met die bacterie dat nou hier in België is. Ik denk dat ze het van haar gat wil schudden, vallig. Iedereen zei, ze kan er wel maar lachen. Ik hoopte dat ze gewoon komen, maar ik denk dat ze een beetje in haar gat gebeten is. Allee, ik hoop als dat ze... Nou, dat ze, het is niet de bedoeling van dat mensen te kwetsen, vallig. Het is gewoon... Wie zit plezant in de vitrine tegen wat dat mensen kunnen me lachen niet verbagen. Maar niet, want ik vind de sympathiek mens, vallig. Maar ik vind... Er zijn nog wel ministers dat ik een heel speciaal model zou kunnen van maken. Maar dit jaar zat Maggie in mijn kop. Wie Maggie de Blok zelf nog eens wil aanschouwen in de marsepeinenversie, die kan nog een tijdje terecht in Boom.